Rij ik, John? Jij rijdt, ja. Links en links en links en links. Ja! Wie stond er het langst op nummer 32 in het amfitheater? Dat is Vrouwtje. Vivienne, de pot van ruim 20.000 euro. Die is voor jou. Jij bent de winnaar. Echt? John is de mol, dat is zeker. It's you. You are the mol, Annick. Alleen John en Annick zijn nu nog over. Vivienne is de winnaar. Vanavond zal blijken, hier in dit kasteel, wie de verliezer is. En komt het antwoord op de belangrijkste vraag. Wie is de mol? Vrouwtje is er helaas niet bij vandaag. Ze is, zoals zo vaak, op reis. Ja, ik vind het was heel gek voor mij, omdat ik een heel geregeld leven heb eigenlijk. Ik zit elke dag in de radiostudio, ik maak mijn programma. Nee, maar om de onzekerheid in te stappen en niks te weten. Oh man, dat vind ik heerlijk. Het is begonnen. Wie valt er nog te vertrouwen? Ik vind het heerlijk om te gaan slapen s'avonds, niet te weten wat er de volgende dag gebeurt. Ik vind het net als bijna op vakantie gaan. Dat je zegt, we gaan het morgen doen. Geen idee. Dat zien we morgen dan wel weer. So I'm not sure who you guys are with. Do you want to just come up two by two and I'll give you your keys? Ik zei nog, het allerergste wat je kan overkomen is als eerste uitleggen. Dat zei ik nog. Volgens mij zei ik het tegen jou. En toen zei ik, dat lijkt me ook heel erg. Hoe kan dat? En dan heb je er maar mee te dealen. En het dealen was eigenlijk nog dat je nog een hele avond denkt van, dit kan niet waar zijn. Ze komen me halen. Het is een grapje. Het is een grapje. Ik mag weer terugkomen. Ja, jongens, dit nu. Wat zo gaat het. En dan lijkt het, omdat het maar anderhalve dag was eigenlijk, dan lijkt het alsof het een droom was. Alsof je het niet echt hebt meegemaakt. Wat? Ik had ook het idee toen ik thuis kwam, dat je valt in een gat. Hè? Ik ben alleen maar de krant uit de bus gaan halen en de hond af en toe uit gaan laten. Had ik dit, had ik dat, had ik die, heb ik te veel gespreid. Filmpjes, toestanden, je zit alles weer opnieuw af te wikkelen voor jezelf. Hoe was het voor jullie, het liegen en bedriegen? Ja. Nou, in het begin was het even wennen, maar voor mij niet zo moeilijk. Maar voor ons was het ook niet zo moeilijk, voor mij, want wij deden over het algemeen gewoon normale dingen. Maar voor jou moet het ongetwijfeld veel moeilijker geweest zijn, want jij hebt natuurlijk dingen gedaan die niet door de beugel konden. De helft van de pot is weg. Of meer dan de helft. Dus 5850 euro. Uit de pot verdwenen. Ik heb dan echt een beetje een ruzie ook bijna met Vivienne moeten maken om haar duik van me af te bijten dat ik het echt niet gedaan heb. Nou, hetgeen wat ik zelf ook heel irritant vind is dat ze iemand gaan doen met Sinterklaas. Ja, dat weet je helemaal niet zeker. Hoe komt het dan anders eruit? Maar wist iedereen dat ik die pot gepikt had? Ja, dus. Nou, iedereen was wel redelijk duidelijk. Oké, prima. Is zo goed kon je nou ook niet liggen. Nee, dat blijkt. Op wie ben jij eruit gevlogen? Oh, jij bent mij eruit gevlogen. En natuurlijk de pot. Tadaa! Ik was zo heilig van overtuigd dat jij het was clear. Nou, dat is wel goed. Ja. Nee, dat is wel goed. Ik kan me niet voorstellen dat ik bij iemand te mol was. Nee, maar aan de andere kant, je was wel een hele slimme speler. Je haalde alleen veel geld binnen en je was heel vaak heel goed, hè? Nee, maar je was heel logisch aan het denken. Sterk. Sterk.
Hoe kan het dan dat je er toch alsnog uitgevlogen bent? Nou, daar heb ik een hele goede theorie over. Ja, ik heb het blaadje nog waarbij alles duidelijk voor mij werd. Dat is het enige wat ik nog uit mijn molboekje heb. Vrouwtje zat op zijn bas, dus vrouwtje was het niet. Aniek die had nee gezegd en vrouwtje zat als tweede persoon op Aniek. Rick zat op vrouwtje één keer, dus de mol niet. Klopt. Nou, Vivienne die is het niet. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet, maar... Nou ja, dat geloof ik nog. Als zij het is, dan zit ik echt er zo naast. Maar dus nee, zij is het ook niet. Nee, dus niet. Bleef er maar één over en dat is John. Nee, dat meen je niet. Ik heb heel lang volgens mij bij de aankomst gehad. Of weet ik van waar we toen moesten... Hey! Hoe is het, man? Heb jij nog een boek gemaakt? Ja, ik ken jou wel. Jij had de pot gestolen, hoor ik. Oh ja, dat was het. En in de fik gestoken. Ja, je moet toch wat doen? Waar was jij nou mee bezig, man? Hij was aan de mollen. Wanneer kan je dit nou doen? Het is toch een wereldspel? Ik zou dat soort dingen nooit in het echt doen. En hier heb je alle kans toe. Hup, vol voor gaan. Wanneer kan je dat nou doen? Ik had de pot. En niemand dacht. Het is moeilijk. Maar ik heb wel een leuke tijd in eentje gehad zonder vrienden. Ja. Ja, zo, en zo hoort dat. Jo! Ja! Dat is goed. Dat gebeurt binnen zo nu. Wat, hè? Ja, niet de laatste. Hallo. Zo. Zo. Zo, vertel maar eens. Vertel maar eens. Ja, maar eens even. Nou, hoe ging het verder? Ik heb gewonnen. Echt? Nee. Ja. Echt? Ja, niet. Nee. Ja, ik ben de winnaar. Echt? Nee. Echt? Jij bent de winnaar van Wie is de Mol 2009. Gefeliciteerd. Echt? Oké. Okay. Ja? Waar heb jij van Aniek gewonnen? Ik heb gewonnen. Vind ik geweldig. Gelukkig. Ja. Zo, goed dat jullie er zijn. Hier zijn de mol en de verliezer. Of de verliezer en de mol. Ja, kijk, ze is nu al rood. Ook hartelijk welkom allebei. En dit is het moment waar jullie echt op wachten. Ja. De ontknoping van Wie is de Mol 2009. Die deze hele reis lang in het geheim de opdrachten heeft gesaboteerd. Een van jullie beiden is. Moet je nou kijken. De mol. Aniek. Jij hebt tijdens deze reis veel op je gevoel vertrouwd. Dat heeft je ver gebracht tot in de finale. Toch heb je ook vaak getwijfeld of dat gevoel jou wel de juiste richting opstuurde. Tot vandaag. Vandaag wist je het zeker. En John, jij komt overal mee weg. Je hebt met je gevoel voor humor en met je al dan niet gespeelde onhandigheid een effectieve rookgordijn opgetrokken. Heeft je ook heel ver gebracht. Eén van jullie beiden is de mol. De ander is de verliezer. Wie is... Ik ben de boer. Heb jij dat
Fucking hell! Ik heb het vanaf de eerste aflevering gelezen. Ja, ik heb het altijd gezegd. Ja, daarom zijn jullie dan. Nice shit. Nou, ik vond jou ook heel verdacht. Ja, John. Ja. Het is eruit. Zeg dat wel, ja. Nu kun je het vrij laten. Je kunt het tegen iedereen zeggen. Je hoeft geen geheim meer te bewaren. Nee, heerlijk toch? Nee, ik ben het is echt een exorcisme. Het is een ongelofelijke opluchting. Ja, dat is echt waar. Ja. En je hebt het heel erg goed gedaan. Dankjewel. Zullen we kijken hoe je het gedaan hebt? Ja, heel goed. Oh my god. Wat je nu gaf, kost de pot 500 euro. John, ik maak me ernstig zorgen over jouw flexibiliteit. Ja, maar dan dat. Ik denk dat als je de mol wordt, dan moet je een spel gaan spelen. En op het moment dat je een spel gaat spelen, gaan er andere regels gelden, toch? En dan ben jij ineens heel flexibel. Ja. Nou, dan zijn we eruit. Ja. We hebben de mol. Dit is het laatste wat ik verwacht had nadat ik hier in Belfast op Vliegveld ging landen. Ik had me helemaal voorbereid op een strijd en hopende dat ik het niet de eerste keer uit was. En nou blijf ik tot het einde en ik ga het iedereen heel erg moeilijk maken. Goedemorgen, kandidaten. Goedemorgen. Jullie eerste opdracht met de mol in jullie midden. En ik hoop dat jullie gisteren bij die groepsfoto een beetje opgelet hebben. Jullie waren hier. Jij stond hier. Kleine Blijert. En jij stond hier. In een roze trui. Hey, wacht, is dit niet de compositie van de foto? Ja. Dit is de foto zoals ze stond. En natuurlijk wist ik een beetje waar alles was. Dit is mijn camera, John. Hey, ik sta er net voor. Is dit camera van Rick? Ik wist waar het moest wezen. Omdat vrouwtje voor mijn camera stond. Vrouwtje, jij staat op de plek van John. Het enige wat ik kon doen was heel lang uitstellen om vrouwtje te vinden. Ja! Op een gegeven moment had ik Hans een camera. Hans! Ik heb Hans lekker lang laten zoeken naar zijn camera. En gedaan alsof ik hem heel erg geholpen heb. Ik heb jou echt op drie trappen opgestuurd hier omdat je niet op moest. Je moet naar het einde en dan naar links. Dat is de eerste of de tweede. Je ziet vanzelf het lampje. Ja. Door! Er is één aflevering waarin jullie niet willen afvallen. Dat is deze aflevering. Deze kennen jullie nog, de Topito. Wie er straks 8 heeft, krijgt de vrijstelling. Ik wist dat we gingen onderhandelen voor een vrijstelling. Jij kiest een deelnemer. En die kiest een volgende deelnemer. En die kiest een volgende deelnemer, tot we er 8 hebben. Dan kan ik maar één ding doen. In de onderhandeling met Dennis gaan. Want ik wist dat ik met Dennis er niet uit zou komen. John. Rick had mij gekozen. Dennis stond nog in de groep. Dennis. Ik begreep al niet waarom jij mij koos. Ik wist dat het niet zou gaan lukken. Nu beslissen. Doen of niet doen. Dennis? Hetzelfde hangt van jou af. Doen of niet doen. Ja, dat is jammer, hè? Dat is heel jammer, ja. Min 2000 euro. Dennis. En jij dacht nog, goh, wat aardig dat John mij kiest, of niet? Dat dacht ik wel, ja. Ja, maar was toch een beetje misgedacht? Ja. Begrijp je nu waarom hij jou gekozen heeft?
Ja, ik geef dat ding niet. Hij wist zeker dat hij met jou niet tot overeenstemming zou komen, dus goede molactie. Ja. Ja. Oké, jongens, jullie gaan zo meteen naar het gebouw waar 100 jaar geleden Ierse ingenieurs de Titanic hebben ontworpen. Dat is een plek sindsdien waar veel Ieren liever niet meer komen. Zeker niet na zonsondergang. Ondergetekende is in donkere ruimtes, zeker als ze klein zijn, niet erg op zijn gemak. Dus ik zei, jongens, laat mij naar eerst gaan. Want het is nog een beetje schemerig. Nu kan ik misschien nog wat zien. Dat vond ik toch wel heel erg eng. Maar niet eng. In de lantaarn, zag een lampje daar. Ja, ik heb een envelop. Heel goed, heel goed. 500 euro. Yay! Ik heb 1000 euro. Natuurlijk vond ik heel veel geld. Precies, ik vond wel half geld. Ja, ja, maar toen kwam je er lekker laat achter. Goedemorgen. Het was een kort nachtje, hè, voor sommigen van jullie. Er is gisteren veel geld verdiend. Ja. Mag ik het even zien? Eens kijken. 43,80. Maar ik wist ook dat de helft van het geld, of meer dan de helft van het geld, geen reet waard was. Maar dit is half, hè? Nee. Nou. Paste niet bij het geld van de andere groep. Oh, wat erg. Maar niemand dacht bij dat halve geld, misschien zit hier een addertje onder het gras. Misschien klopt het niet helemaal. Misschien, het is toch Wie is de Mol, jongens? We hebben het er nog wel heel laat een keer over gehad. Dat we zeiden van, zaten volgens mij met z'n drieën. Te berekenen wie het meeste geld had binnengehaald. Ja, of dat verdacht dan was. En toen zei John, ja, maar ik heb toch heel veel geld opgehaald. Ik zeg, ja, in het begin ergens, maar dat was voor de helft. Dat was half geld. Toen heb ik het nog wel. Ik zei, ja, maar ja, dat kon ik niet weten. Zo'n soort gesprek was dat. Een typisch molle antwoord. Ja. Oké. Volgende molactie. Als hier een cabine stopt, moet er één kandidaat uit en er moet één kandidaat in. Het gaat erom hoeveel goede combinaties jullie hebben aan het eind. Kijk, toen Rick mij uit de cabine haalde. Oké, Rick, 32 komt eraan. Rick eruit. Ik wist natuurlijk welke vragen er waren. En ik wist eigenlijk ook wel wie er bij wie moest zitten. Dus toen ik dacht, oh, er zitten er al één of twee goed, dan moet ik er snel wat aan doen. Want er hoefden maar vier cabines goed te gaan. En dan hadden we het maximum bedrag binnen. Dat moest eventjes verknald worden. Die zijn allemaal ingevuld. Dat betekent dat jij bij Sebastiaan erin gaat. En jullie huisnummers, of degene met wie jij erin gaat, moet samen 10 zijn. Rick, totale paniek. Ik begrijp echt niet wat de opdracht is. Het is echt een grote chaos. Je wijst op een cijfertje 23. Laat 23 naar beneden komen. Ik haal Aniek eruit. En krabbel dat bord. Helemaal met pennenstrepen vol. Zodat er bijna niets meer van die vragen te zien is. En zodat er enige structuur die er misschien nog was op dat bord verdwijnt. Ja, hele duidelijke aantekeningen. Chaos scheppen. Je ziet mij ook even later nog zeggen, oh, ik hoop niet dat ik haar ben, want ik snap helemaal niks van dit spel. En het komt echt door jou, want jij hebt echt heel snel alles eruit legd. Ja, het was een soort... Uiteindelijk kwamen we 's avonds bij een groot landhuis aan, waar we dus met z'n allen slapen en zelf eten en ontbijten en vanavond ook weer gaan koken. En dat is wel gezellig eigenlijk, met z'n allen in een ruimte. Wie wil erbij? Ja, ik. Ik heb een pact met John. Zullen we een pact sluiten? Maar natuurlijk, Sebastiaan. Wij gaan samen een pact sluiten. Vertel mij alles wat je weet. En dan vertel ik jou helemaal niks. Ja, dat is niet zo slim. Het wordt zo vaak gezegd. Sebastiaan, ik heb jou nog een kans gegeven. Want ik heb het in je boekje geschreven. Het is dom veel raden. Maar ja, dan moet je wel je boekje goed lezen en dat doe je niet. Wissel die letters nou eens door elkaar.
Jullie staan op de finish van deze opdracht. Zaak is om de anderen hier ook heen te krijgen. Die drie duo's, die staan nu verspreid over verschillende plekken in de stad. Ze staan bij telefooncellen. En hoe meer kwartjes je overhoudt, hoe beter. Elk kwartje is 125 euro waard. In de telefooncelopdracht had ik gekozen om niet de verkeerde namen door te geven. Dat lag veel te veel voor de hand. Queen Street, Chapel Lane. Ik moet ook niet verkeerde nummers gaan draaien. Ja, wacht tot het hier je telefoon gaat. Mijn strategie lag erin om de tijd een beetje flexibel te nemen. Dus 4 minuten was 3 minuten. Ik heb ze de 1 keer aan de telefoon gehad en ik krijg ze nu al 12 minuten niet meer te pakken. Die anderen waren zo bezig met bellen en de tijd opnemen van hun eigen kandidaat. Dus ik heb veel en vaak gebeld. Ze zijn er nog niet, dan zal ik nog maar eens eventjes naar die eerste telefooncel bellen. Achter de andere minuut voor iets wat 4 minuten verstaat. En er ging weer een muntje, en er ging weer een muntje, er ging weer een muntje. My team. John, jij hebt hier jouw team, Rick en Sebastian, wel binnen de tijd binnen laten komen. Ja, maar weet je, het is natuurlijk soms voor een mol heel makkelijk, hè? Want dat Aniek en Hans niet op tijd zouden komen, was op een gegeven moment wel heel erg duidelijk. Dus toen dacht ik, ga met die banaan. Dan is mijn team binnen en we verdienen toch geen cent. Want alle teams moesten binnen de tijdslimiet binnenkomen. En jij dacht, nou, dan kan ik mijn team wel gewoon binnen laten komen. Rick, heb jij hem op enig moment verdacht? Vanaf de eerste dag. Dat heb ik je ook altijd gezegd. Maar omdat ik zo vaak met hem op mijn kamer heb gelegen, dat is gewoon mijn fout geweest. Dat moet je nooit doen. Daar ben ik de mist in gegaan. Wat dan? Ja, hoezo? Ja, daar zei ik van, je kan lullen wat je wil, maar jij bent het gewoon. En dan kwam hij toch weer met een of andere verhaal. En dan wel een lulverhaal. En dan, inderdaad, ik heb wel heel veel geld opgehaald. En dan was dat toch op een of andere manier wel weer geloofwaardig. Da-da-da-da. Sukkels. Ik denk, nou, laat mij maar als eerste gaan. Rick nam het notenwenend initiatief. Ik had me wel al een beetje die kant op gemanoeuvreerd, waardoor het logisch was. Ik ben als eerste het theater binnengelopen. Ik dacht van, nou, John, dit is wel een ding voor jou. Ga jij maar even naar het podium. God, dat had ik jullie beet. Heerlijk. Toen werd het vrij snel duidelijk dat, zeg maar, een woord paste bij een kleur. Dus het werd ook vrij snel duidelijk dat daar een zin gevormd moest worden. Niet weten dat ik de hele 20 minuten daar kon blijven staan en 20 minuten lang de vijzen van Beethoven heb lopen verstieren. Het geld is hier, maar bij wie? Dennis zei nog, de mol heeft niets hoeven doen. Die heeft alleen maar lachend toegekeken naar Dennis. Nee, de mol heeft wel degelijk geholpen om de minuten te laten verstrijken. Het enige wat je kan doen is proberen, wat ik geprobeerd heb te doen, is in keuzes maken van welk woord, op wat voor soort woordgedachte je gaat zitten, de groep daar een beetje naartoe te sturen. Dus dat was namen roepen. Sebastian. Noem ze allemaal. Dennis. Nee, geen naam. Getallen. En getallen roepen en zo. En dan leid je ze ook af van een andere gedachte, zoals op het woordje wie komen. Ja. Maar bijna. Ja, dat was wel spannend. Ja, bijna ging het nog mis, John. Ja, want toen begon ik te kletsen. En toen zei ik dus inderdaad per ongeluk ja, maar. Wat zei jij? En toen kwam dus het woordje maar. Ja, maar weet je, totdat ik iets weet. Wat zei je nou? En toen riep iedereen, wat heb je gezegd? En dat wist ik natuurlijk dan zogenaamd niet meer. Alleen dit meisje hier, dat riep, je zegt maar! Jawel, nee, maar! En nog een paar keer geprobeerd niet te horen. Weet je wel. Zeg eens maar. Zeg eens maar. Ja, maar weet je, zei je. Ja, weet je. Maar weet je. Maar. Een afloop, jongens, een afloop. Oh, ja. Toch 2500 euro. Ja. Vorm een groep van 3 kandidaten die snel het overzicht hebben. En vorm een groep van 3 kandidaten die de weg nooit kwijtraken. Oh, wij weg. Ik heb overzicht. Ik ben altijd kwijt. Oh, wacht. Ik ben heel klein. Mag ik iets zeggen? Ja. We hebben net in de bus erover gehad dat we nooit iets bespreken. Dat we nooit, want het klopt ook, nooit iets relaxed aanpakken. Ja. Laten we dat misschien een keertje doen. Ik begin al een beetje in mijn hum te raken, ja. Het is moeilijk. Het is altijd moeilijk omdat je tussen, aan de ene kant zit je tussen
met je gevoel dat je toch van dat het tegen je gevoel ingaat. Mensen je vertrouwen nemen, mensen je aardig vinden. En aan de andere kant zit je met die opdracht, je bent de mol, je moet het doen. Ik hoop maar dat, dat we straks met de laatste aflevering met z'n allen weer hand in hand en zoenen naar buiten lopen. Ja, ik moet het nu doen en ik begin er plezier in te krijgen. Ik vind het erg leuk. Is het Het autokerkhof had 3 punten voor 3 mensen die het overzicht hadden. Rechtdoor. Snel het andere zittenpraatje. Vrouwtje, ga maar langzaam, rammen. Maar die hadden het overzicht natuurlijk helemaal niet. Want er zat er eentje in de auto bij Aniek. En die had al het overzicht. Die wist precies waar hij niet moest zijn. En ja, soms dan kon je niet anders omdat Aniek een veldweg insloeg. En dan kon ik niet onderuit. Maar ja, ze nu dan eens aan de handrem trekken. Dat ik de handrem aantrok was even een eng momentje. Want Aniek zei, wat doe je nou? Je trekt een handrem. Maar ze was zo zenuwachtig met het rijden, dat vak. Ze heeft nog maar zo kort te rijden. Dat je alleen maar hoeft te zeggen, ja, dadelijk heb ik die ijzeren balk in mijn oog. Daar heb ik niet zoveel zin in. En het lieve was dat ze daarna alleen maar heel voorzichtig ruiten kapot ging maken. Omdat ze bang was dat ik een autobumper in mijn hoofd kreeg. Aniek had wel een paar keer nodig om met een auto van ongeveer 1200 kilo een ruitje van zo dik kapot te rijden. Gaan wij voor de 1000 of gaan we niet voor de 1000? Paula, druk eens goed op de knop. Paula zegt helemaal niks. Misbruik maken van alle chaos die er is. Paula, wat zat jij verschrikkelijk te mollen daar, zeg. Nee, helemaal jij niet. Jij hield die knop ingedrukt. Niet, waar? Jawel. Jawel. Niet. Nee. Dat was hij. Allemaal hij? Ja, hij. Echt allemaal hij. De omgeving hier is echt waanzinnig mooi. Hele rustige, serene omgeving. Nee, het is absoluut geen straf om hier te zijn. Het is echt, echt heel mooi. Soms hebben jullie misschien de mol een klein beetje makkelijk gemaakt. Ja, zeker. Bij deze opdracht ook. Wat moet de mol doen als hij geen invloed heeft op het spel? Kom maar. Nee. Dat is een beetje stoken. En dat ging bij de pinball best wel aardig. Hier kan ik natuurlijk als mol helemaal niets aan doen. Je moet een bal rollen en die moet goed uitkomen. Het enige wat dan de groep zou moeten doen is gezamenlijk leren van hoe die bal rolt. De ene keer gaat hij zo, de tweede keer gaat hij zo, misschien de derde en vierde keer weet je een beetje de route en dan kun je gaan scoren. Ik heb op een gegeven moment gezegd, als niemand naar mij wil luisteren, dan doen we het toch allemaal op onze eigen manier. Vooral niet helpen met het bedenken van een strategie. We moeten weer echt dezelfde lijn doen. Nee, we moeten helemaal niks. Wij doen onze eigen ding, mind you. Dat doen jullie ook, dus wij ook. De mensen werden wel chagrijnig, want er werd heel veel geld verloren. Ja. Ja, dat is niet slecht. Ja, maar kijk eens waar die heen rolt. Ja, in de 5. Nee, dat gaat de verkeerde 5. Nee. Het gaat in de verkeerde 5. Nee, dus het was weer 1000 uit de pot. Al met al stonden we op 2500 uit de pot op dat moment. Dangloos Castle. Nee. Van hieruit vertrokken kruisvaarders. Aan jullie de taak om zometeen je collega-kandidaten langs de sluipschutters te loodsen. Het is heerlijk om als mol het vertrouwen van de groep te krijgen. Ja, dat was zo. Dus ik ging met Vief heel graag die toren in. Laat mij jullie maar eens eventjes lekker over dat terrein van die ruïne leiden. Oh, ze staan al helemaal nu al in... Die sluipschutter komt echt heel ver. Of in dit geval, laat Vief maar eens doen, want ze nam zo graag het voortouw. Ze wist het zo goed, maar ze wist het eigenlijk helemaal niet goed. Dus ze ging behoorlijk de mist in. Oh, door. Ik zou ook rennen. Oh, ja, dood. Kut. 3 doden en 1 zonder enig cent over de finish.
Dus 1 op 5. Oh, maar dat is erg. Klerenlaaier? Ik weet nog heel goed dat jij... Dat is een vreet ook. Ik weet nog zo goed dat jij de zaak zo over tegen mij nog zei. En 50 zat zo te stoken en moeilijk te doen in die toren. Ik kon helemaal niets. Morgen gaan we de kruisvaarders achterna. En ik heb heel hard geroepen. Ik wist het, ik wist het, ik wist het, ik wist het. Nee, niet luisteren, hè? Want ik wist het. Het plotselinge vertrek uit Noord-Ierland was een verrassing voor de hele groep. Op één deelnemer na. Die wist al lang dat de karavaan verder zou trekken. Dat was Bas weer. Ja. Ja. Hij had me volledig ingepakt. Ja, compleet. Hoe was dat moment voor jullie? Dat moment van het vertrek? Voor degene althans die daarbij waren. Het meest briljant was echt zo... Jee! Waar ligt het? Ja. 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 We gaan de kruisvaders achterna. Jee! Ja, wat dus? Schitterend decor uit de klassieke oudheid. Ook heel geschikt voor een oud-Hollands spelletje. Ganzenbord. Jullie stellen elk 2 teams samen van 3 personen. Dat team van mij, Aniek en Sebastiaan, jongens. Thank you very much. Jullie helpen me. Aniek, 28. Oh jee. Over een land. Hoe worden de grote gele H&W-kranen in de haven van Belfast ook wel genoemd? David en Goliath. Dat is gevallen. Nah. Aniek, vragen beantwoorden voor de tegenpartij. Hé, hey, jij zit niet in hetzelfde team, hè? Dan mogen zij nog een keer. En ik dacht, als Aniek nou begint met heel dom hun te helpen met het beantwoorden van vragen, dan moet ik dat misschien ook maar eens doen. Wat zijn de voornamen van John? Johannes. Henricus. Elisabeth. Want dan winnen we veel geld voor hun en zij komen als eerste binnen en zij krijgen de vrijstelling en niet het geld. Ik krijg een moeilijke vraag. Oh. Misschien overleggen dit keer. En moet ik die goed of fout beantwoorden? Helemaal goed. Dat kan ik gebruiken om een lekker dik rookgordijn op te werpen. Ik weet dat Dennis mij een hele tijd op zijn lijst heeft gehad. Ik weet dat Fief mij een paar lijst heeft. Ik weet dat Rick toch nog wel twijfelt. Aniek twijfelt. Dus ik zit er nog zo'n beetje lekker in. En dat is prima. Heers en verdeel en verspreid het maar. Het is ook niet leuk als je helemaal niet verdacht wordt, toch? Ik bedoel, dan kan je gewoon achterover leunen en lekker zoveel mogelijk mollen. Ik vind het wel leuk. Ik vind het wel spannend. Ja, wie is mijn moeder? Het kan wat mij betreft. Ja, wie is mijn moeder? Het kan wat mij betreft. Ik zit met jou, mol. Die kun je 3 vragen stellen. Aniek wilde mij spreken en Vivienne wilde mij spreken. Ik vond het een kick. Want het is best moeilijk. Iedereen zit op zijn eigen spoor. Maar als je de mol bent, dan ben je constant aan het rekenen en denken. En bedenken hoe het moet en wat je wel zegt, wat je niet zegt. Je hebt een ander soort tactiek. Vind je het zwaar om veel te liegen? Je bent niet bezig met het oplossen van het spel of het ontdekken van de mol. Maar je bent bezig met het aantrekken en loslaten en vieren van de teugels. Ben jij de mol? Als ze een keertje tegenover een kandidaat zitten die aan je vraagt, ben jij de mol? Ja, ik ben de mol. Ben jij de mol? Nee.
Ik zoek vier mensen die het niet erg vinden om achterna gezeten te worden door een vreemde man. Ben Hur. Dat gaan jullie zometeen meemaken. Yes. Eén voor één. Stap je zometeen in de strijdwagen. Oh, spannend. Dat heb ik graag gedaan. Ik kom. Ja, het is niet voor jou natuurlijk. Ja. Bevindt zich de oplossing voor een puzzel die jullie moeten maken. Ik kende de hele plattegrond uit mijn hoofd. Dus het was voor mij eenvoudig om in ieder geval te weten waar wat lag. Hey! Het Noordtheater ligt niet in het noorden. Die ligt niet daarboven, echt niet. Die ligt hier. Ja, je geeft ze wat, hè? Je zegt de kathedraal lag daar. De kathedraal weet ik zeker. Ja. Ook niet precies. Ja, daar kon je natuurlijk niet omheen. Nou, natuurlijk heerlijk dat die sukkels van een Sebastian en Vivienne ook nog niet altijd die hele plattegrond omhoog krijgen. Sebastian, trek daar om niet. Die zit om mij te trekken. Ik kon echt niks zien, jongens. Echt niet. Sebastian, laat die spierballen nog eens even zien. Ik was juist heel erg ook iets met haar aan het checken. Dus ik was zelf aan het klooien en aan het kijken hoe zij erop. Want ik had op dat moment zat ik Fief. Dus ik was heel bewust daar gestaan om Fief te checken. Jullie weten vast nog wel welke landen destijds meededen aan de invoering van de euro. Er moeten verschillende producten zijn. En ze moeten ook echt in dat land gemaakt zijn. Als ze zo eigenwijs zijn dat ze denken dat ze weten wat de regels zijn, ja, dan ga ik ze natuurlijk een slagje helpen. Dus als Dennis tegen mij zegt, die zoveel mogelijk spullen van één land. Noedelsoep. Zou dat iets... kan ik echt niet lezen. Ik had echt een leesbril mee moeten nemen. Ja, dan kom ik met Franse mineraalwater aan en nog een bord en nog een ander huishoudelijk product dat allemaal in Frankrijk gemaakt is. Of in België of in Duitsland. Wat opkijken! Ja, jongens. Het waren de spelregels niet, hè? Hallo. En als jullie niet luisteren, dan doe ik met jullie mee. Hier staan de landen. We beginnen bij Duitsland. En daar liggen Belgische batterijen. Die zijn gemaakt in België. Uiteindelijk, als ik batterijen bij de Belgische vlag neerleg en het zijn Duitse batterijen van de zon. En er wordt even verwarring gecreëerd over wat is nou de Duitse vlag en de Belgische vlag. En je zegt eventjes, dit ligt goed bij België. Ja. Dan wordt er niet meer over nagedacht en dan is het dus heel erg fout. Heel even deed je maar aan Mr. Bean denken. Echt waar? Ja, ja. Dat dansje. Ja, ik ga er maar een carrière in beginnen. Als we het slim spelen, moet jij niet bij John in een team komen. Snap je? Tenzij Rick jou meer verdenkt. Daar moeten we dan eerst nog maar even achter komen. Zo, jullie hadden zin in een feestje. Hier is het. Okay. Alleen, jullie zijn niet de gasten. Beginnen we met meneer Anton. Oh, dus die meneer, die grijpen meneer. Ja. In de tweede ronde was eigenlijk alleen Vivienne de enige die die laatste vraag aandurfde. Als jullie willen, kunnen jullie dat bedrag verdubbelen. Dan moet je degene bij elkaar zetten die bij elkaar horen. Echtpaar, vrienden. Ze zei nogal snel dat zij het wel wist. Of niks doen en 850 erbij. Ja, daar ben ik echt voor. Weet je dat 100% zeker? 100%? Ja. Toen keek Vivienne mij aan en ik gaf haar een knipoog. Zo van, ja, weet je, verneuk het maar. Het maakt mij niet uit dat het geld uit de pot gaat. Ik wist natuurlijk van het pak dat zij had met Dennis. En ik dacht, die gaat dat bewust, willens en wetens, lopen verknallen. En als ik nou meedoe met Vivienne en zeg, ik weet het ook. Ik wist eigenlijk heel veel van die mensen, behalve de namen.
dan verknalt Vivienne het. En hobbel ik lekker mee op haar rug. En kan haar ook nog eens een keer de schuld geven. Ja, wist ik veel dat ze het goed deed. Vivienne kon het gewoon niet laten om alles perfect te doen. Mooi bedragje in de pot. Ja. Rick. Mooi. Penningmeester. Dankjewel. Mr. Tequila. Ja. 1700 euro. Dankjewel. Rondje voor de zaal. En je hebt het perfect gedaan. Ja. Je hebt al die gasten naadloos aan elkaar gekoppeld. Waar was je afspraak met Dennis? Ja, geen idee. Ik dacht alleen maar, oh, dit weet ik. Geld. Dat. Ja. Achteraf, topzet natuurlijk. Ja. Voor jouw eigen portemonnee, ja. Een hele goede zet, ja, achteraf. Ja. Ja. Misschien dat je dat wist, ja. We gaan reizen. En daarbij staat deze trein geheel tot jullie beschikking. Sterker nog, jullie hebben elk een eigen wagon. In elke wagon staat een kluis. En in één wagon bevindt zich een computer. Daarin staan codes om die kluizen te openen. Ja, jongens, ik wist natuurlijk al lang wat er op die wagon stond. En ik zie het niet. Op de zijkant van deze wagon staat je wachtwoord. Gebruik de materialen in de kist om het te zien. Dennis, als jij niet begrijpt dat ik tegen je zeg dat, dat het woord zin, ik zie het niet, is. Ik zie het niet! Hoezo niet? Ja, dan wordt de tijd getrokken en gerekt natuurlijk. Kijk hem toch eens zoeken. Oh, zo moeilijk, hè? Zo moeilijk om het te vinden. Oeh. Natuurlijk niet kwijtraken. Uiteindelijk krijg ik de code. En die kluis die had ik natuurlijk al lang open. En daar zat 300 euro in. Niet 100. Oh, oh, oh. Oh. 100 euro gevonden, niet 300. Aan het eind van de kloof. Daar kun je vergapen aan één van de wereldwonderen. Niet voor niets dus dat er hier dagelijks 3000 toeristen langskomen. En toch wil ik van jullie een exclusieve foto. Met die schatkamer op de achtergrond. Zonder dat er één toerist op te zien is. Ah, vet! Heel plein vol met toeristen die moeilijk in beweging te brengen zijn. Dat vraagt alleen nog maar om extra stimulans van de mol. Dus ik heb daar wel heel hard staan schreeuwen. Let's go. This way. Group. Because this is an assignment for us. And we need to have a picture of this with no people. Yes? Come this way, please. Ladies and gentlemen, please help us and welcome to the side. Maar ik heb ook wel tegen mensen gezegd, blijf maar zitten, blijf maar staan. Loeder. Er moeten in ieder geval wat mensen op die foto. Nou ja, dat is wel gelukt. Dat was hem. Thank you very much. We appreciate it very much. Thank you. Onmogelijk ook echt. Ik zoek iemand met een scherpe blik. Doe maar, John. Sure? Ja, tuurlijk. Oké, John. Jij gaat zo meteen daar staan. En jij, Vivienne. En jij, Aniek. Jullie nemen elk plaats in een geblindeerde auto. F5, prima.
nu een grote bocht naar rechts maken. Ik heb ze lekker flink geblinddoekte woestijnen gestuurd, mag ik wel zeggen. Is naar rechts bijsturen, naar rechts bijsturen. Ja, en wanneer moet ik weer bijdraaien? Want ik zie geen hol, hè? Dat begrijp je. Oké, Aniek, we gaan naar rechts. Ja, links en rechts is soms heel erg moeilijk. En zeker als je met twee portofoons tegelijkertijd praat. Volgens mij ga je goed zo. Iets meer naar links. Iets meer naar links. Mij heeft echt vies. En naar rechts, en naar links, en naar rechts, en rondjes. En doe maar lekker. En dan haal je rood en groen wel eens door elkaar. Dus ik heb Vief, die erg alert is in de auto, die heb ik even meteen eentje laten omrijden. Goed, gaat goed, Vief, gaat goed. Knallen. Ja. Maar goed, dat bedrag heb ik er meteen even afgehaald, voor de zekerheid. En Aniek, ja, die schat, ik wist zeker dat ze een beetje angstig achter dat stuur zat. En die heb ik rondjes laten rijden. En ze zei, het leek wel alsof ik rondjes reed. Ja, dat was ook zo. Oh. Dat is lief. Jongens, wanneer ik weer recht moet gaan, want anders dan weet ik niet. Ik rij gewoon rondjes. Ja, je bent op weg naar het Binnenwielenkamp. Aniek. Het lijkt wel alsof ik rondjes rijd. Dat waren de molacties van een fantastische mol. En er was één iemand, we weten het, die dat het langste door heeft gehad. En dat was Vivian. Weet jij nog hoeveel geld er in de pot zat? 22.000... En nog iets? 650. 650. Wow. Dank jullie wel. Ja. Wow. Ja. Het is je gegund van harte. Dank je wel. Je bent de winnaar van Wie is de Mol 2009. Ja. Jon, wat is er? Heel goed. Dank je wel. Op die vrijstelling ook. Nee. Gefeliciteerd. Dank je wel. De winnaar is bekend, de verliezer is bekend en de mol is bekend. En thuis had u nog meer aanwijzingen om erachter te komen wie de mol was. De verborgen aanwijzing. Tijdens de hele serie heeft de mol mysterieuze uitspraken gedaan. Het is uiteindelijk door veel raden. En dat waren allemaal anagrammen van dezelfde zin. Vanochtend hier vond ik hem heel vreemd doen. Al dagen omramp ik de vele aanwijzingen in mijn modderboekje. Tijdens de tests wees de mol u op de website mol.nu. En daar staat al weken een foto van de mol. Hoe dat precies in zijn werk ging, kunt u zien op wieisdemol.nl. Daar staan nog meer verborgen aanwijzingen. Volgend jaar is Wie is de Mol er zeker weer. Dat is dan de 10e serie. Dus het kan niet anders. Of dat wordt een hele speciale. Tot volgend jaar. Er is nog geen mol. Wil jij misschien de mol zijn? Morgenmiddag naar Schiffers.fm op Radio 2. Dan vertelt John zijn verhaal over de mol.